Ik ben net aangekomen, maar ik heb wat gasten. Hi. Ik heb wat gasten. Gasten? Oh, lauw. Nee, dat is niet lauw, omdat ik net even... Die waren ook al bij mijn huis. Kijk wat ik heb geënchant. Serious? Je gaat direct naar die plek, hè? Ik smeer het jou. Dat is mijn huis. Ja, het is een fucking goede plek van jou ook. Zie je, ik kies de beste plekken uit. Ja, maar kijk ook dit. Ja? Ik was ook net van plan om online te gaan, maar toen hoorde ik me even spreken, dus ik dacht ik kom even langs. Ah, ik ben gewoon alleen aan het recorden, ik ben lonely hier. Do you want to join you? You could. I want to join you. Waarom is het rapimo? Wat? Ik heb geen fucking idee. Maar ik bedoel, er is een grotere vraag wat de fuck dat is. Like, are you kidding me? I'm happy that my tree still stands. Ja, met wat Vlad, waarmee Vlad bezig is, ben ik wel blij dat hij dat niet heeft veranderd. Want zelfs er staat zelfs één in het huis, hè? Wat? Kruis. Oh. Heb je ooit naar de ingang gekeken? Nee, jongen, Alexis, ik was uitgelogd en klaar. Oké. Okay. Ik was... Hij is even daarna nog online geweest. Hij is in principe wel veranderd, hij was veel vervelender. Oh, hey, really? Ja. Normaal. Nee, sorry hoor, hij is hetzelfde gebleven. Alleen omdat ik live was, deed hij het minder. Oh. Dat is wat ik denk. Wat ga je met mij. Oh ja, dus ik kan niet naar mij nu. Wat vind je van? Waarom heb je ijs gezet? Waarom niet? Ik wil een sloomboot of zo. Oh, nee, laat maar, ja, oké. Okay. Ik dacht dat het blue en snor was, maar ik ben niet zeker. Nee, de meeste heeft die meneer het mooi gemaakt. Oh. Oké, okay, nu even een boot pakken en kijken hoe snel het is. Ik ga even. Luister, ja, kom dan in de Discord. Daar is ze. Ja, Black, ik ga hier gelijk gamen. Zeg. Hallo, man. Is het weer daar? Hoe lang ben jij al online vandaag? Twee uurtjes. Nee, wacht, ik was... Nee, langer. Blijf uit van mijn computer. Wat wil ik doen? Oh ja, een boot. Waar heerst er nog een pop stil? Oké. Okay. Let's see how fast we can go. Woo! Dat was echt gewoon 5 seconden. In plaats van 30. Nice. Wanneer moet ik dit nu openen weer?
En bovenin komt gewoon de kleur klei van de lijn zelf. Dat is mijn idee. Dus bovenin wordt het gewoon, ik weet niet, dat is dit blauw gaan maken, deze lijn. We moeten nog even aan Flora vragen van wat de naam wordt van haar huis. Dan wordt dat de halte. Dan hebben we de kasteel van Anthony. Ik moet even daarna vragen van wat de naam precies was, want ik herinner het van 1, 2, 3 niet. Als goed is het in op dag 3 gezegd, maar ik ben niet zeker. En dan gaan we naar die van mij. Dat is gewoon de katholieke kerk van Vlad. Dat is letterlijk wat het wordt. Daarna komt de piramide de Sluls. En dan hebben we de Mesa bij hem. Ik weet niet wat ik het nog ga noemen. Maar voordat ik een huis heb, ga ik deze ding opmaken. Dat is de bedoeling. Ik ga natuurlijk niet de hele tijd het laten zien, want dat is gewoon saai. Maar hopelijk zien jullie de progress gewoon door de video's heen. En dit is geen creative project, dus ik laat mijn zusje hier niet aan werken. Even deze dingen dus stelen. And then we go back to the church. Dat is zo fijn. Dat is echt zo fijn. Oh god, dat ben ik vergeten. Ow. Oh fuck, dat was niet genoeg. Ja, normaal ijs dan maar. Dat mag lekker smelten. Nou ja, er komt hier een stuk waar ik glas moet gebruiken eindelijk. Dit wordt eigenlijk maar een kort stuk, dus. Dus veel korter dan die van Flora, denk ik. Want ik ben van plan om het maar tot hier te brengen. Dus dan maak ik dit even land hier. Ik denk niet dat het of ik kan het daar naartoe brengen. Bus. Dezelfde gevoed. Dat is ook een kleintje. Damn it. Oh
weken terug. Oh, hi. Even vraag, wat is de naam van je gebouw? Van mijn naam? Ja. Sandra Mansion? Nee, moet iets beter zijn. Iedereen heeft een goede naam. Anton heeft er eentje. De Kasteel Del nog iets. Vlad heeft de Piramide des Lulls. Dan hebben we de kanaal. De katholieke kanaal. Dat gaan we het even noemen. En mijn meester bij moet nog een naam krijgen. Ik heb 3 pillagers hier bij mij. Is er al. Nee, maar ik heb geen idee. Ik heb nooit over nagedacht dat die een naam heeft. Geen idee. Ik heb alles in mijn huis, dus. Iedereen gebruikt mijn huis, dus daar zit bijna geen eigen huis meer. Ja, maar daar gaat het niet over. Een halte nee, moet een naam hebben, hè? Ja. Ik kijk wel even straks nog, ik denk wel even. Ik heb even een normale perks nodig. Oh god, wat was dat? Ik weet niet, maar ik hoorde het. Ja, ik ook. Oh ja, trouwens, ik heb diamanten gehakt en ik heb 56 diamanten. Lekker. Wacht, je hebt alles dus gehakt die in mijn mijn zat. Yep. Hoezo, godverdomme, ik heb fortune gebruikt. Ik wil dit doen. Ik heb een diamant pickaxe voor mezelf gemaakt en de rest van de diamonds die zijn van jou. Aquarium Station. Aquarium Station, oké. Okay. Ik heb de enige aquarium, toch? True. Sorry, maar ik kom hier online en ik zie gelijk in mijn beeld vissen aan die aquarium. Oké, okay, dus we hebben Aquarium Station, we hebben de kasteel. We hebben de katholieke kanaal. We hebben de Piramide des Lulls en nog eentje. Ja, wat, ik heb de enige aan aquarium, dus. Ja. En daar, dat zie je gelijk als. Als je naar binnen komt, ja. Hier zijn je diamonds. Oh, wacht, kan je voor me misschien een schoen en een helm van maken? Ik heb toch 10 stuks gevonden. Thank you. Maar ik wil even weten wat voor enchantments jij krijgt. Kom even naar de dinges. Nee, maar ik kan niet veranderen in Engels. Ik wil het in Engels hebben. Oké. Dus wat je doet is je gaat naar instellingen. Instellingen, ja. Ga je helemaal. Wacht, nee. Profiel, video, abonnement, geluid. Touch and control. Goed. Misschien is het video. Nee. Ja. Audio? Nee. Profile? Nee. Game? Nee. Nee, volgens mij moet je eerst uit de wereld, wacht.
weet niet hoe ik moet veranderen, maar Nederlands irriteert mij echt. Ja, geloof ik. Dan typ ik het in Engels in die zoekding voor als ik iets aan het zoeken ben voor bijvoorbeeld dat die blog nog staat of zo. Of onzeker zijn. My game just crashed. Oh god. Ga even uit de wereld en daar moet dan kun je als goed is weer installeren. Opslaan en afsluiten. Oh, ik heb vakantie zo fijn. Oh ja, fijn voor jou. Ik heb ook nog een examen en dan pas op de vakantie. En ik moet lekker 6 januari beginnen. Ik ook. Come on. 10 dagen later ben ik 10 dagen later en ik ben 17. Yay. Yeah. Oké, waarom duurt het zo lang om uit deze wereld? Ben je omgecrashed? Nee, of een soort. Nee, nou, dames en heren, mijn Minecraft wil niet werken, dus sorry. Maar ik laat het hierbij. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Kan je even zo naar mijn kamer?